Het dorp Perica in het district Marowijne is nu permanent voorzien van stroom. Het dorp dat tussen kilometer 56 en 80 van de Oost-Westverbinding ligt, is vanaf zaterdag uit het donker. Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Noordoost zegt dat de permanente stroomvoorziening het ondernemen in het gebied zal stimuleren. De technisch directeur van de EBS, Marcel Eindhoven, laat weten dat een gedeelte van het gebied nog van stroom voorzien moet worden. Ook hier werkt EBS volgens hem aan. Er is een vrouwenorganisatie en ze willen ondernemen. De vrouw van Godutori. En zonder stroom, als je geen stroom hebt, kan je niets beginnen. Ik heb ze gisteren gesproken. Ik heb begrepen dat ze bepaalde bedrijven willen beginnen, starten. Zoals bijvoorbeeld een produceren, verwerken van produceren. Ik heb begrepen dat ze dat zelfs willen gaan exporteren. Smarati, staan ook te bij de twijfelachtig, de afreden. We komen eraan, we bouwen. En in principe te bouwen net ongeveer 150 sma, 150 osso, de mogelijk besluit aan te van net. Allemaal sluit aan het te. Het is sma. Ik denk dat we de EGI's aan het eten, want die beginnen als aan het. We beginnen de eerste bespreking. We tegen mevrouw Patti in een groep. We beginnen zitten ook zo. We beginnen met een karta, terra papieren komen. We aansluiten. En nu is het van toe, maar we sluiten aan het eten. Dat is een probleem. Maar we vertrouwen erop dat dat Sapri, de bouwers aan het, we sluiten ze aan. We sluiten ze even aan. Dat was dus Marcel Eindhoven, hij is technisch directeur van de EBS. Leo Brunswijk, president-commissaris van de EBS, haalde aan dat het een verplichting van de regering en EBS is om de gemeenschap te voorzien van elektrificatie. Vice-president Ronnie Brunswijk is het ook eens daarmee. Elektrificatie is een recht van een ieder, benadrukte hij. Wij die daar zitten zijn verplicht jullie van elektrificatie en watervoorziening te voorzien. Nu ben ik nog maar voor Kori of was maar voor Lauwio. Allemaal zijn ze doen drapen. Als ze nu doen, naar hun eigen wil de man doen al die jaren. Ze hadden geen belang bij om het niet te doen. Als ze belang erbij hadden, dan was het al lang gebeurd. Wabi rek eke sana man, wabi rek fu faya, wabi rek fu wata, wabi rek fu woko, wabi rek fu fenyosu, wabi rek fu fenyosu, wabi rek fu fenyalasani. Wabi rek tu, en zeker, di awo unen bau sanye kong, wisha skipasi ya, wisha wanko umusu bawa skipasi tu. Kwa bawa skipasi tu ay, sama ikona skipasi. Da wo so kutaki, ala sanye sama ifenye leta apesi, meke unafene ipe keding. Mais vous venez piquer ça. Dans le coin d'affaires, c'est national. Dat was dus vice-president Ronnie Brunswijk afgelopen zaterdag in Perica. Hij haalde aan dat de mensen die in de laatste 3 kilometer van het dorp wonen ook binnenkort van stroom voorzien zullen worden.